bij de Aldi, Albert Heijn, Jumbo, Netorama en de beide plusvestigingen in Winterswijk staan sinds de paasweekende containers, waarin kaarten en presentjes kunnen worden gedaan. Een vrolijke actie in de wereld van corona. Wat is precies het doel en wie nam het initiatief? In de volgende bijdrage staan we bij zo'n container en worden die vragen beantwoord. Jullie zijn een actie gestart. Wat voor een actie is dat? Wij zijn de coronakaartenactie Winterswijk gestart. En de coronakaartenactie is opgestart voor de kwetsbare inwoners van Winterswijk. Die momenteel, net als heel Nederland, in quarantaine zitten. Voor ons betekent dat in en rondom huis en nog wel de mogelijkheid om naar buiten te kunnen. Maar voor deze mensen betekent het dat ze echt niet verder komen dan hun kamer. Jullie organiseren dat in Winterswijk. Hoe zijn jullie op het idee gekomen? Nou, dat kwam eigenlijk in de eerste week van de corona dat iedereen thuis zat. Dat Mirte mij belde. Die zei, goh Anke, ik heb een idee. Moet je eens luisteren. En die had het idee om de kaartenactie te starten. Waarop ik dacht van, nou geweldig, superleuk. Weet je, ik werk zelf bij de Lichtenvoorde voor mensen met een verstandelijke beperking. Dus ik weet wat het betekent voor de mensen die alleen thuis zitten. Die nu geen kant op kunnen. Die soms niet eens begrijpen waarom. Dus ik vind het alleen maar heel mooi. Dus we hebben het samen aangepakt om het neer te zetten. Wanneer is deze actie gestart? Sinds vandaag, tweede paasdag, staan de containers bij de supermarkten in Winterswijk. Het zijn 6 supermarkten. Waar komen die containers vandaan? De containers die zijn verzorgd door de Rova. Winterswijk hebben gevraagd en die hebben speciale containers geleverd met een gat erin. Zodat mensen makkelijk de post in kunnen stoppen. We werken samen met het vrijwilligerspunt, de WU. En hier zijn vrijwilligers die gaan deze bakken leeghalen. En die gaan zorgen dat deze bij de locaties komen die wij nu in beeld hebben, hè, van de kwetsbare inwoners. En voorlopig zal dat nog wel zo blijven. Komt dit vanuit een bepaalde organisatie? Eigenlijk doen we het als buurvrouwen, hebben we elkaar gevonden. Daarnaast werk ik bij de Lichtenvoorde, perron 8. En wij organiseren vrije tijdsbesteding voor mensen met een beperking. Op dit moment kunnen we en mogen we natuurlijk niet zoveel ondernemen. Maar wat we wel kunnen doen is natuurlijk proberen die verbinding te houden met de rest van de Winterswijk. En dat komt allemaal weer terug in de kaartenactie. Dus de mensen met een verstandelijke beperking, maar ook mensen, de ouderen die thuis zitten. Maar ook de rest van de inwoners van Winterswijk die hier iets kunnen betekenen voor een ander. Wat kunnen mensen allemaal inleveren? Is het alleen kaart, is het tekening of kan het ook nog wat anders zijn? Ja, dat laten we eigenlijk bij de mensen zelf. Wat ik zelf al voorbij heb zien komen is inderdaad knutselwerkjes van kinderen. Iemand die ik ken die kwam eigenlijk op het idee om iets te gaan borduren of inderdaad te gaan haken. Nou, wij laten iedereen daar vrij in, weet je. Het is gewoon alleen al mooi dat iedereen eraan meewerkt. Dus dan is het ook natuurlijk heel erg leuk dat we daar verschillende dingen op ontvangen, zeg maar. De angst voor besmetting is heel erg groot. Hoe zit dat met de post? Ja, wij hebben daar contact over gehad, met natuurlijk intern met de Lichtenvoorde. Is een coronawerkgroep die daar goed over nagedacht heeft van kunnen we dit gaan starten, is dit veilig genoeg? Daarnaast hebben we contact gehad met huisartsen. Ook met de burgemeester van Winterswijk hebben we contact gehad. We hebben besloten dat dit kan. Voor de vrijwilligers hebben we handschoenen georganiseerd, we hebben vuilniszakken erin gedaan. En daarnaast zullen we eigenlijk vragen we aan de ontvangers ook van, weet je, als je denkt van we moeten hier toch voorzichtig mee omgaan, zorg dat de post gewoon 24 uur in quarantaine ligt voordat je het gaat verspreiden intern. En dan zijn we er ook. Is het ook mogelijk voor mensen dat ze personen aangeven die misschien ook wel post zouden willen? Nou, dat vind ik een hele mooie vraag, want daar hebben wij ook zeker over nagedacht. Maar dat is voor ons bijna niet haalbaar om te doen. Je hebt natuurlijk in Winterswijk eigenlijk al te maken met ruim 2100 mensen die in deze positie verkeren. En dan wordt het voor ons best wel lastig om specifiek te gaan toespitsen, zeg maar. Dus wij roepen eigenlijk iedereen om zo neutraal mogelijk post in te leveren. Dit kan bijvoorbeeld door er bijvoorbeeld op te zetten mevrouw of meneer, of lieve mevrouw of meneer. En daar waar wij kunnen en daar waar de vrijwilligers kunnen, willen we wel kijken of we nog enigszins kunnen toespitsen. Maar ja, om het een beetje voor ons ook haalbaar te houden, hebben we het zo ingedeeld. De kaarten gaan niet alleen naar de kwetsbare doelgroepen, maar ook naar al het personeel wat zich gewoon keihard inzet om het zo goed mogelijk te doen en zo mooi mogelijke tijd van te maken, zoals we daar waar kan.
En alle mensen die extra uren draaien. Dus ook voor alle toppers in de zorg, ze komen de kaarten.